durf je niet aan te raken hoor. Oh, dit is echt hoe? Oh, wat ziet het er ook mooi uit? Jongens! Naar de pot! Naar de pot samen! Oh, wauw. Hout? Hey! Woe! Hey! Dat dacht ik eerst ook! Ja, yes! Dit is de nalevering. Woe! Met een witte brief. Ziet het er gaaf uit? Witte brief. Een wit. Lijkt dat een soort drie op een rij? Is het nou, gaan we nog Dit ziet er heel mooi uit. Ah, nee, mensen gaan hun stemmen kwijtraken. Ja. Ah! Heel mooi! Nee, wat dan? Nee. Wat? Ja, dit is weer een opdracht. Ja, dus met drie op een rij? Nee joh. Dit is... Ja, Oud-Hollandse spellen zijn nu geleverd en we gaan nu beginnen! Ja, de Oud-Hollandse spellen, iedereen verzamelen! Oh, dat vind ik echt heel cool. Want het zijn er? Ja, dat zei ik ook. Wat zijn het er? Het zijn 12 schrijven. 12 schrijven. Ik moest 12 schrijven, 12 personen. Wij kunnen met z'n 12 stemmen. Ah, gaat verkeerd. Eentje is voor Milène en de andere is voor je. Stemmen kwijtraken. Mooi oh, dat zal het zijn. Ja, maar waarom een wit envelop dan? Fit, mooi hè? Ja. Dit is gewoon voor het stemmen. Ja. Ja. In één was het met fiches, toch? Ja, was met... Moeten we het ook naar binnen tillen? Ja. Nou, laten we eerst wel, maar laten we eerst even met, hier met z'n allen verzamelen, toch? Ja, zullen we allebei even wachten op de rest. Maar Jens... Ik raak hem niet aan voordat ik weet wat er in de brief is. Mijn zakken goed. Ik heb hem al opengemaakt, dus ik raak hem aan. En ik heb aan die platen gezeten. Nee, dat is niet leuk. Ja. Heel vet. Mooi, hè? Nou, ik vind het ook heel mooi. Ik vind die schijf ook echt te gek. Huh? Heb ik gisteren gemaakt. Dus kijk, 2, 4, 6, 8, 10. Mijn gaten zijn gezet, Merel niet? En Andrea. Ja. Let's. Merel. Oh, tof. Joehoe! We missen er nog. Andrea, we verkopen. 12. 3! Ja. Nou, dat is wel zonde. Nog even één slokje. Ik heb een mooie kaart. Echt tof. Ik denk dat ik er 4 zou. Toch man, weer die poorten tegen. Open. Ja, ik wel zwarte koffie. Ja. Jens gaat winnen zo. Oh ja, ook al hij zegt, oh. Oba. En nou? Ik sta hier gewoon in een heel serieus gesprek en ik gaan die poorten open. Huh? What fuck? Het blijft een mooi gezicht, ook toen die gong hier stond. Ik vond het echt geniaal gaan. Ja. 3, 6, 9. Ik wil het echt aanraken. Andreas. Oh, ik vind het wel spannend. Misschien even aan de kop. Jor en ik gaan lekker naar huis. Heb ik al gedaan. Geen zorgen jongens, ik heb een kopje eier op zak. Oh, staat er nu op één. Als je boos bent, kan je het gooien. Ik ook niet. Oh, is eigenlijk ook. Nee, dat is niet leuk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Met een rot. Dan ga je alleen maar met de reden hoor. Dat is nasty, hè. Ja, gaaf hè. Heel tof. Met een deskje een beetje. Yes. Oké. Okay. De envelop. Nou, dat dacht ik dus ook meteen. Ja. Ik krijg ook helemaal kriebels in mijn buik. Beste inwoners. Hierbij de 2 zuilen die jullie nodig hebben voor de eliminatie. Gisteren hebben jullie negatief gestemd. En zijn Jens en Milène door jullie op de bank gezet. Vandaag stemmen jullie positief. Dat wil zeggen. Iedere inwoner heeft 1 amulet. Aan de inwoner die hij of zij een langer verblijf. De inwoner langer verblijf in Utopia gunt. Dit doe je door een groen amulet in de zeil te stoppen van de inwoner waarvan jij wilt dat hij diegene moet blijven. De inwoner met de minste amuletten moet Utopia direct verlaten. En bij een gelijke stand wordt er over 24 uur nogmaals gestemd. De genomineerde inwoners mogen uiteraard niet stemmen. Veel succes. Okay. We gaan beginnen. Kippenfilm. Okay. Waar maar gaan we ze neerzetten? Op dezelfde plek als waar de gom stond. Ja, waar, nee. Waar we gestemd worden. Ja. Ja. Oké, okay. Bij de gom. Wat tof. Gewoon het grasveld. Ja, is die zwaar? Ja, valt wel mee. Maar nogmaals, dit is vet gemaakt, hé. Zwaar? Echt mooi gemaakt, hoor. Merel heeft 6 stemmen, jongens. Wat een apparaat, hé. Het ziet er wel echt gaaf gemaakt, hoor. Dat is ook heel echt mooi. Echt mooi. Voor dat ding. Een beetje extra kuit aan Gerrit. Ik weet niet. Dat is een beetje moe. Het is zelfs als dit is. Ik heb dat één keer. Kijk. We dachten. Weer een jongens. Ja. Dat vond ik het op. Ga je mee in de borstjes vinger? Dan zei ze toen tegen Sharon doorspelen. Ik heb zo hard gelachen. Ik vind dat zo mooi mens. Ja, zij is leuk. Lila Aries. Dat is toch die ex van Christina Curry? Ja, ja, klopt. Zij is zo tof. Ja, zij is leuk. Ik gewoon een tattoo van een cassaveboord te laten zetten.
Zij ging toen toch met Rick Brandsteder naar Tsjechië samen. Dat weet ik niet. Gingen ze in een bierbad. Dat is een fucking grote badkuip. Omdraaien. Oh, daar op die stenen, denk ik. Nou, ja, hier op zo ergens, denk ik. Denk bij de best steen. Wel een stukje ruimte tussen. Oh, ja, ik zag. Kijk, hoe mooi. Dat is mooi tussen. Oh. Tommy deed dit. Amulet. Wat gaaf, hè? Okay. Ja, heel mooi. Hadden ze dit in één ook? Nee, dat is een hele goedkope chak, toch? Kettingen. Ja, hadden ze gewoon bord gemaakt en daarop kettingen. Nieuws, man. Ja. Hé, hey, hij past niet eens. Ah! Ja, hij moet dus ook dit is een uit-Hollands spel, die doe je hierin. Wel heel tof. Wauw. Gaaf gemaakt. En wie drie op een rij krijgt, die moet weg. Die krijgt een bonusstem. Die krijgt een bonusstem en die mag hier dan... Ah, deze moet weg, want deze wel. Steen die hoort hij niet. Wow, ik dacht even dat je hem op dat ding ging gooien. Oh, trouwens, ik heb een batterij in mijn zak. Wel mooi gemaakt. Sick, hè? En alles wat je niet hebt, heb ik wel. Je vrij komt uit zijn hele kleine cel. Grap, ik heb niks op jou. Hoe krijg je die er weer uit? Nou, zo. Ligt er wel maar zes aan beide kanten. Hoort toch ook? Ja, dat hoort ook. Want jullie zijn... Tenzij iemand inderdaad, dan pak je gewoon van de andere kant. Ah. Oh, oh, zo. Als die aan dezelfde kant erin gaan, zijn we hier 24 uur later nog. Maar iedereen moet er pakken volgens mij joh. Oh, iedereen pakt... Anders pak je gewoon van die kant. Is erin gebrand? Vrouw, wie zit er? Jens, ja. Kijk. Altijd. Oh, dat is chic. Mooi, hè? Het is gebrand. Kom hier, zit dan. Je ruikt het ook nog dat het gebrand is. Blijf hier staan. Eentje. Hier stond ik ook. Dan mag je nu zitten. Ja. Oeh, jezus! Zo, zo zand! We moeten allemaal zo'n ding hebben, toch? Ja, maar hier is het. Oh. Nou jongens, ja, ik met zonder regen. Ja, met zonder regen, ja. Met zonder regen. Dus gaan we hem net pakken. Nog niet. Nee, ik heb er alvast één. Zullen die anders even nog terug? Er zit een gat in, dan krijg ik een pokken. Nou, ik ga nieuw bestellen. Meteen hoop ik. Ja, ik ga nieuw bestellen. Gaat in. Dat zou je misschien niet. Wat zien we tussen? Ja, oh, SPS. Ja, zo, nieuw bestellen. Sorry, maar ik kan die allemaal heel slecht tegen. Maar ik krijg er zo meteen. Oh, toch ben je. Ja. Ik krijg er toch zo één. We hebben geen genomineerde bank. Ik heb gezegd, mensen. Oh, dat is een scherp. Goed, vlieg kwaad. Eén. Hij is toch een man. Sorry. Is er niet iets van een genomineerde bank? Moet ze komt zo. Mooi, hè? Ja. Mooi gedaan. Dankjewel. Dank u zeer. Als je eraan ruikt, ruik je dat hij nog gebrand is. Aha. Positief. Ja. Oh, ja. Heb je dit heel veel van ook wat gedaan? Ja, nee, dat waren en deze. Dat is ook geen kleur waard van. Dat is ook positief. Heel mooi zijn. Oké, goed. Lieve mensen, we gaan beginnen. Gisteren hebben we natuurlijk negatief. Hallo! Oh, ja. Oh, sorry, vind ik echt heel grappig. Hey, we gaan beginnen. Gisteren hebben we natuurlijk negatief gestemd. Toen zijn er twee mensen op de bank gekomen. Dat zijn Jens en Milene. Jullie mogen zo meteen naar voren komen. En dan mag je naast je... Hij geeft al toestemming. Mogen jullie hier zo meteen hier daarnaast gaan staan. Naast jullie cel, aan de buitenkant. En dan gaan we beginnen. De bedoeling is dat wij 12 Utopianen positief gaan stemmen. Dat betekent dat meteen aan de zijkant daar gaat staan. Je gaat vertellen aan wie je je positieve stem, dankjewel Hiske, hartstikke goed, wilt geven. Je zegt er ook bij waarom. Dan doe je hem hierin. En dan gaan we zo meteen kijken wie straks de meeste positieve stem heeft. En diegene blijft in Utopia. En de andere persoon, die gaat zijn kist pakken en die gaat direct Utopia verlaten. Goed, ik wens jullie heel veel succes. Trouwens, wat ik nog even moet zeggen.
Is het een gelijke stand? Staan we hier over 24 uur weer? En gaan we het nog een keer weer doen? Dus dat is ook nog een mogelijkheid. Er moet dus een winnaar of een verliezer uitkomen. Een winnaar en een verliezer uitkomen. Dat is vandaag. Dus anders staan we hier over 24 uur weer. Goed, we gaan beginnen. Wie wil beginnen? Jens en Milena, jullie mogen aan de zijkant van jullie zelf gaan staan. Dag, kippie. Heel veel succes trouwens. Dankjewel. En kan je al meer informatie geven? Stel nou dat het vandaag en morgen gelijk wordt. Ja, nee, daar kan ik nog niks over zeggen. Oké. Okay. Er moet uiteindelijk een beslissing genomen worden en die zal door ons als groep zijn genomen worden. Maar we gaan waarschijnlijk net zo lang doorstemmen totdat er een... We gaan de eenden weer. Iemand uit gaat komen. Wie gaat beginnen? Jij, Ger? Of Deel? Of Brent, sorry. Oef. Jij krijgt geen amulet meer hoor. Nee. Hoe moet ik gaan staan? Ik wil jullie allebei aankijken. Iske? Daar? Ja. Ja, aan de zijkant. Ja. Super. Boy, zoals mijn hart kloppen. Dat is niet goed, hè? Dat is lang geleden. Ja. Moeilijke keuze geweest. Jullie zitten allebei dierbaar. Voor mijn utopia. Ik kan lachen met je. Ik kan lachen met jou. Je zijn in mijn utopia echt dierbare mensen geworden. Ook niet had verwacht. Dus daarvoor vind ik het sowieso jammer voor even jullie afscheid te moeten gaan nemen. Zo, ik vind het gewoon lastig, hè. Ja, ik hou het gewoon kort. Jens, in mijn utopia, waar het moet, ben je er altijd wel als er hulp nodig is. Voor jou is niks te moeilijk. Tuurlijk, je ligt lang op je bed en veel negatieve woorden hoor ik. In mijn utopia niet. Waarin, Milène, ik toch voor Jens kies om te blijven. Want alles wat ik wil bereiken, heb ik Jens bij nodig. Het is oké. Goed, gisteren heb ik natuurlijk 3 negatieve stemmen aan Jens gegeven. Het zou dus raar zijn als ik nu positief op Jens zou stemmen. Maar ik heb er nog heel goed over nagedacht. En ik wil jullie beiden meegeven, heb ik vanmorgen ook al tegen jullie gezegd. Maar ik wil ook gewoon dat iedereen het weet. Degene die van jullie hier nog langer mag blijven, die zou ik zeker weten opvangen. Want dat hebben jullie ook beiden bij mij gedaan, toen mijn grote liefde naar huis ging. Ja, ik stem positief op Milène. Goed. Ja, nu is het positief stemmen. Jens, ja, in het begin had ik wel een klik met je. Later is dat flink verwaterd nadat je met Timothy omging. Ja, dat is zo en dat zei zo. Milène, ja, ken je al een stukje langer. En ja, ik vind niet dat je het platform goed benut. Daar hebben we laatst ook al een gesprek over gehad. Ik vind ook dat je er meer uit kan halen en mag halen. Je bent jong. En dat speelt ook wel mee. Dat ben ik heilig van overtuigd. En uiteindelijk als de groep ervoor kiest om jou op te vangen, denk ik dat er echt nog wel een mogelijkheid is dat jij hier nog een begin kan maken met wat je heel graag wil. Of in ieder geval kan onderzoeken naar wat je echt wil. Dus ik geef jou een positieve stem. Ja, lieve Jens. Ik had je hoog, man. Ik had je echt hoog. Samen trainen, leuke dingen doen. Ik heb je altijd bewonderd. Ik heb altijd tegen jou gezegd van... Als er iemand niet lui is om je te helpen, ook al doe je wat anders, ben jij altijd wel degene die ons helpt. Je bent noodlui geweest. En ik vind het jammer dat voor ons akkefiet vrijdag. Milène, als jij blijft... Wat ik eigenlijk best wel hoop is dat jij de tijd dat je hier nog bent toch nog een beetje kan ontplooien tot nog een mooie. Ik heb je altijd als, je weet het, altijd als persoon heel erg bewonderd om wie je bent, om wat je doet, je kennis, alles. Ik zou als moeder wereldtrots van als een dochter zoals jij. Ik ook. Dus daarom krijg je mijn stem. Mag je blijven. Thanks, Lex. Ja jongens, positief stemmen. Toen Kay wegging, hebben jullie me allebei goed opgevangen met een aantal anderen. En ik ga dat ook voor even jullie doen. Ze zijn toch maatjes geworden
zit hier 7 maanden, maar toch ja, leuke dingen gehad hier, minder leuke dingen. In mijn utopia staat toch wel Jens wat meer bovenaan. Hij doet meer voor de groep, hij zorgt goed voor de markt. En Milan, je kan er veel meer uitpakken. Ik hoop voor je dat het hier buiten meer gaat rocken. Dus Jens, mijn positieve gaat naar jou. Ik ben benieuwd wat we doen. Positief stemmen. Eerste keer. Best wel bijzonder. Ja, ik ga beginnen bij Jens. Jens, jij helpt mij echt wel heel veel hier. En daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. Milan, ik hoop als je blijft dat je echt nog wat eruit haalt. Want je kan dat. En je hoort het heel vaak. Ik weet het. Maar doe het alsjeblieft. Mijn stem gaat wel naar Jens, want ik bewonder je gewoon. En de kip van het terrein af, dankjewel. En de haan. Gisteren gingen we stemmen. Voor mij het eerste keer stemmen, dan 24 uur later gaan we nog een keer stemmen, maar dan een positieve stem. Ik wil zelfs ook nog even een opmerking maken betreffend het Songfestival. Ik laat het vandaag nog eventjes allemaal teweeg gaan. Mijn positieve stem. Ja, wat moet ik er nou precies mee? Ik heb Milena 3 stemmen gegeven omdat ik zei, je ligt na 1 klein tegenslag lig je dan dagen in je bed. Jens betekent voor mijn utopia uiteindelijk meer dan jij doet. Maar Milena, ik wil je wel meegeven, wees niet je eigen inner saboteur. Been there, done that. Is niet per se een hele goede levensstijl om na een tegenslag meteen weer in je bed te liggen. Dus wees alsjeblieft erop voorbereid, ook voor hier buiten. Er zijn tegenslagen en die gaan komen. Maar je moet ermee dealen. En dealen is niet in bed liggen. Maar mijn voorkeurscent gaat uit aan Jens. Ga ik je ook een knuffel geven? Vraag dan maar. Oh, koning. Nou, eerste keer stemmen. Vandaag positief. Ik denk, Jens, je weet wat ik ga doen. Ik wil Milan hier houden. Ik heb vorige week een supergoed gesprek met je gehad. Ik ben trots op je de afgelopen tijd wat je aan het doen bent met schilderen. En ik hoop dat je eigenlijk hier nog even blijft en daarmee doorgaat. Want je hebt zoveel kwaliteiten in je zitten. En ik gun het jou om hier nog te blijven. Ho. Oh. Gaan we niet gooien. Schandalig. Positief stemmen. Gisteren heb ik gestemd dat Milena van mij naar huis mag gaan. Haal er nog uit wat eruit kan gehaald worden. Of dat hier is of buiten is, doe het. Want je hebt heel veel potentie. Maar deze gaat naar Jens. Spannend, jongens. Ja. Close call. Mati. Ja. Oké, positief stemmen. Jens. Ja, ik vind je een topper hoor. Hier af en toe wat minder, maar ik vind je een topper. Maar ik denk wel dat je tijd hier aardig voorbij is. En daarom gaat mijn positieve stem ook uit naar Milan. En Milan, meisje, alsjeblieft de buitenwereld kijk met je mee. Maak er alsjeblieft, mocht je hier blijven, nog iets van. Al is het maar voor je eigen toekomst. Maar ga alsjeblieft voor die laatste paar weken of maanden die instelling krijgen, mocht je hier blijven. En ik denk ook dat je zeker wordt opgevangen door de groep. Ik weet dat je er niet blij mee bent. Dank je. Goed. Gisteren heb ik op jullie allebei gestemd. Milan, ik heb jou 1 stem gegeven. Jens, ik heb jou 2 gegeven. Niet omdat ik jullie niet leuke mensen vind. Nee. Maar dat ik denk dat Utopia klaar voor jullie is. Jens, ik vind je een mooi persoon. Ik vind je gedachten interessant. Ik heb altijd al gezegd dat ik je interessant vind. En ik heb ook ooit tegen je gezegd van... Je hebt een andere kant soms dat je hier in Utopia laat zien dan dat ik daadwerkelijk van jou zie. Hoe jouw binnenkant is, die vind ik mooi. Die komt hier niet meer naar buiten.
Je bent zat. Je hebt er geen zin meer in. Je vindt het hier niet meer leuk. Dan is het tijd om te gaan. En Milene, jij wil hier eigenlijk ook niet zijn. Maar ja, ik vind dat je hier wel moet blijven. En dat heb ik al heel duidelijk tegen je gezegd. Ik vind iemand van jouw leeftijd die op dit moment de poort uit zou gaan, dan doe je dat niet met opgeheven hoofd. En ik heb gezegd tegen iedereen, als jij die poort verlaat, doe je dat met opgeheven hoofd. Want anders ga je Utopia niet binnen. En dat gaat nu niet gebeuren. Dus ik gun het niet dat je naar huis toe gaat. En ik weet dat je dat niet leuk vindt, maar je hebt ermee te dealen. Duidelijke taal, is. Oh, nee. Oh, wow. Je dat was bijna. Hiske. Moeten we morgen nog een keer, hè? Ja. Nou jongens, zometeen heel knief om dat ding eruit halen. Ja, see. Bijna mis. In ieder geval, zo denk ik 6 mensen er in ieder geval over. Ja, positieve stem. Ja, dit is denk ik voor de rest van de finale wel een beetje de stem waar je mensen heel blij mee kan maken. En helemaal in een situatie als dit. Als je maar bij Jens nu ingooit, dan verlengen we hem naar morgen. Misschien een beetje uitstel van executie. Ja. Ja, dan moet ik wat positiefs gaan zeggen. Eigenlijk heb ik op dit moment niet zo heel erg veel positiefs. Nee. Qua input voor de groep hebben we beduidend meer aan Jens dan Milena. Ja, klopt. Ja. Dus met oog daarop zou het een hele logische keuze zijn ook om Jens hier natuurlijk te houden. Maar ik denk dat Milena in 2 maanden best nog wel dingen kan bereiken. Mits je het zelf wil. Mits je gedachten ervoor openstelt. En je hebt dromen, je hebt het vaker uitgesproken. Alleen op het moment dat het balletje op wordt gegooid, dan hou je hem niet in de lucht. Maar 2 maanden is genoeg om een nieuwe start te maken. Gefeliciteerd. Je mag blijven. Moeten we nu klappen? Ja. Nee. Je bent geweest. Gefeliciteerd. Auw. De eerste stemmingsronde, jongens, die zit erop. 2 dagen stemmen. Vandaag was de dag dat we positief stemmen. Nou, en als we heel goed kunnen tellen, heeft Jens er 5. Heeft Milena er 7. En gaat Jens zijn kist pakken en gaat hij zo meteen de poort van Utopia verlaten. Ja. Wat zit erop? Wil je nog wat zeggen, Jens? Ja, ontzettend bedankt hiervoor. En ik heb alles gepakt. Dus ik zie jullie graag met 5 minuten bij de poort. En dan heb ik nog een paar woorden met jullie te delen. En bedankt voor alles natuurlijk. Kunnen we er 10 van maken? Hm? Kunnen we 10 minuten maken? Niet 5. Oh, 10 minuten wordt het. Ja. Nee, niet nog een dag. Het is goed. En laten ze deze afspraak maar een keer voor de verandering nakomen. Dat ze er voor je zijn. Ik wil niet of dat ze er voor me zijn. Dat ze je niet lastig vallen. Oh, ik wil niet. Ik haat al die mensen. Heb je een goed gesprek gehad met Maurice? Geen idee. Dat zal misschien 5 minuten zijn. Nee, niet echt. Ik ga even een sippapietje pakken. Ja. Moest jij niet plassen? Nee, heb ik buiten gedaan. Oh, oké. Oké. Zo, dan is het over. Ja, voor mij. Ja. Maar niet voor ons, hè? Nee. Oh.
Oeh, het hek is open. Lucy. Yeah. Kom. Anna. Hek moet dicht. Ga maar even naar tante Milene toe. Kijk, die heb je kastanjes. Die neemt hek je lekker mee. Kastanjes. Ja. Maar ja. Zo, joh. Annie, oh, Lucy. Niet springen. Terug. Ja, ze dicht. Ja? Ja. Zo joh, die zijn echt sterk. Dat is niet normaal. Ben je lelijke Becky? Ja, you okay? Ja. Jij hebt gelukkig al anderhalve dag voorbereidingen. Ja, dat is waar. En nog even lekker kunnen slapen. Ja. Wij vonden net wat minder kut voelen. Tetsie. Breakfast. Ja. Niks meer? Nee. Laat het maar zo snel mogelijk doen, als je het goed vindt. Ja, tuurlijk. Oké. Okay. I love you, Janice. Yeah. Oeh. Dat ding is fucking heavy. Zal ik je helpen? Ja. Allebei eentje. Ja. Stop. Ja, it's done. It's over. Maar wel dicht tegen de poort, al krijg je hem bijna niet gedragen. Ja, dat is goed. Lekker. Ja, tuurlijk. Ja, laten we voor iedereen maar een uitzondering maken. Drie. Wacht, euro van je zakgeld, ja hoor. Doe je tattoo niet iets naar voren. Drie, twee, één. Ik had me ook eigenlijk voorgenomen dit niet te doen, maar... Doe eens gek, hè. Uit mijn comfortzone. Wow. Drie, twee, één. Nou. Ja, yes. Zou je van me af willen blijven? Dat is mijn lichaam. Oké, dan wil ik eigenlijk ook wel. Het klinkt heel dom. Jezus, groepsdruk. Ja. 3, 2, 1. Oh, mooi, die kist staat daar op de achtergrond. Oh, je hebt ook een mooie kist, trouwens. Zie je? Niet net zo mooi als die voor jou. Nee, ik heb echt een hele mooie. Ja. Niet. Echt heel mooi met stijgenhout. Ik heb wel een leuke foto. Ah, daar ga ik wel. Ah, wat heb jij mooi? Toch op, hè? Ja. Ja. Oh, een selfie. Dat wil ik wel. Super. Jansi. Hebben wij nog geen leuke polies aan? Je hebt toch niks aan de polies? Ja. Ah, Teddy. Ja. Oh. Nee, die digitaal, zoals je zegt. Er nog eentje. 3, 2, 1. Ja. Yes. Bye anymore. Dat was echt een erg leuk. Nee, digitaal is beter. Oké. Ja. Ook dat allemaal mensen polies gaan maken, dat is ook niet. Wat erbij. Nou jongens, super bedankt voor alles. Heel veel lovende woorden gehoord net op het strand. Ook voor de steun voor Milene, die hier de komende tijd gaat zijn. Ik hoop dat dat dan ook een afspraak is die we met z'n allen nakomen. Dat we er voor haar zijn en dat ze hier nog een mooie tijd gaat hebben. Voor hoe lang het duurt.
Ja, namens Teddy en mijzelf ontzettend bedankt voor jullie gastvrijheid hier. In Utopia, in jullie thuis. Voor mij is het nooit echt mijn plek geweest. Niet echt die unieke plek om al je skills te ontwikkelen. Maar meer een unieke vakantiebestemming. En daar heb ik royaal van genoten. Ik kwam hier voor de rust en om lekker op te laden. Dat heb ik gevonden. En eigenlijk nog veel meer dan dat. Ik heb Millennium mogen ontmoeten. Nog heel veel andere mooie individuen. Ik ben hier aan de gang gegaan met gezonde voeding. Veganist geworden. En ik ben sportiever dan ooit. Dus ondanks dat dat voor niet iedereen zo lijkt, heb ik mijn doelen voor mezelf glansrijk behaald. En dat is... Ik weet dat het goed zit. En nu jullie nog met de doelen, de laatste 2 maanden. De rappers, de danseressen, de presentatrices, de DJ's, de actrices. Heel veel succes in jullie droomwereld. En het gaat jullie allemaal goed. En we zien elkaar buiten, hoop ik. En wil ik graag afsluiten met de knuffel, ondanks dat de ene misschien liever niet wil dan de ander. Een handdruk kan ook. Niet. Ga je zien. Ja. Yes. Knak op wel mee, jongen. Wat? Teddy hangt daar gewoon. Ja, hij is hier erbij, natuurlijk. Oh, ja. Hij is wel een stuk viezer geworden dan... In de wasmachine thuis. Thuis inderdaad. Ja, thuis. Gaan we knuffel doen, Marissa? Tuurlijk, tuurlijk. Ik zorg voor je meisje. Dus, ja, dat weet je. Yes. Teddy. Ja, wie weet. Hij gaat in de toekomst. Onder het genot van de goede borrel. Ja, komt goed. Is het Lex? Ja, tuurlijk. Ja, is gewoon spannend. Ik heb het nooit even geregeld, maar het was voor mij gewoon ook... Maar je weet het, sorry, is een beetje. Ja. En we zien elkaar in Noordwijk, hè? Zeker. Ja. Ja. Is voor mij. Raw. Beren, jongens. Echte mannen. Tattoo boys. Die boy. Ja. Tattoo boy. Nooit verwacht die 2 tattoos hier natuurlijk, maar... Ja, toch vrolijk de poort uit. Ik heb die handen niet gezien. Eigenlijk. Ja, die hand. Hoe heet dat? Een knobbeltje. Ah, die heb ik niet gezien. En de Lani. Nee, ik kijk daar niet. Nee. Je staat bij die poort, hè, als ik naar buiten loop. Ja, natuurlijk. Even kijken of die open is. Ik hoop denk het wel, Jens. Echt? Ja, denk het wel. Ai. Ja. Jongens, ontzettend bedankt. Hi, goed Jens. En we gaan doei Jens. Doen. Doei doei. Goed, doei Jens. Lukt dat? Ja, komt goed. Oké, okay. Doei Scotty. Heel veel plezier. Ja. Doeg. Kijk dan. Yes. Hoi, hoi. Ja. Doei. Freedom. Doei. 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 Gentle boy. Doei, Scotty. Love you too. Oh, wat heb ik een hekel aan al die mensen die zo zeggen fucking schijnheilig lopen te doen. Gadverdamme. Niet jij, Shell. Oh, wow. Oh, ba, 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 ba. Ah, vieze slangen. Ah.
Omi. Leuk. Ik knuffel hem met Omi. De broertjes. Ik hoop dat ze hem opstaan te wachten straks. Ja, denk het wel. Natuurlijk doet hij dat. Ik denk dat bijna zijn hele familie. Nee, zijn familie. Oh. Maar het is maar net of zijn vader bijvoorbeeld niet een werk heeft. Ik denk dat hij van tevoren of... al wel... Ja, maar je zal met een opdracht hebben of zo. Je kan niet weg. Hmm. Zat vast wel iemand voor hem. En al is Michael er niet, dan is hij er op videochat. Ja. Dat ken je ook. Ja, echt? Ja. Mensen hadden hem gewoon op livestream. Nee, op FaceTime hadden ze hem gewoon bij. Dat is echt leuk. Nog ja. Kijk nou, het zonnetje gaat erbij schijnen. Ja. Ja. Nou. Ik ga mijn tante weer broeien, nee toch? Nou, hij geneest snel, hé. Ja, stippies, hè. Vroeger ging ze voelen, ja. Geen koest. Kutalaam. Ja, maar wel beter voor hem. Ja. Ik ben blij voor hem. Ik ben verdrietig voor mij. Beetje hetzelfde als met Kay. Ja. Was ook beter voor haar. Ja, ik ben verdrietig voor mij. Maar... En voor ons ook wel, maar... Ik ben blij voor hem. Mm-hmm. We zien hem snel weer. En ik ben sterk. Precies. You're a strong, independent woman. Don't let anyone tell you otherwise. Ja, ja. Moeten we het volgende week opnieuw doen, chillen. Ja. Oh, dat is wat. Mag ik dan alsjeblieft naar huis? Alsjeblieft. Hartstikke leuk dat iedereen... voor mij bepaalt dat mijn tijd nog niet gekomen is, maar ik bepaal dat wel. Ja. Iedereen is altijd heel goed hier om het in te vullen voor een ander. Niet iedereen, maar wel heel veel mensen. Ja, ja, blijf hun stemmen. Ja, dat klopt. En vanuit die optiek hebben ze wel het recht om dat te zeggen. Ze hopen het. Ja. En hoop kan alleen maar uitlopen tot teleurstelling. Of in euforie, maar... Ik heb gelukkig maar gehoord. Maar wil je niet gehoord of wel? Deze week wel? Nee. Aankomende... Nee. De motivatie kan ik niet meer uit mijn tenen halen om dat te gaan doen. Echt niet. Nu al helemaal niet. Ik ga niet bloeien. Ik ga niet opleven. Ja, of er moet een wonder gebeuren, maar... Ik heb niet het gevoel dat ik ga bloeien. Ja. Zullen we het ook zeggen voor Milani, maar mensen die zeggen... dat je dan hier nog 2 maanden de tijd hebt om te gaan bloeien. En dan denk ik bij mezelf van... Nee. Je bent waarschijnlijk gewoon de eerstvolgende. Dus ja. Dat is echt totale bullshit. Ja. Dat is mooi om even te zeggen. Ja, om het even een mooie kant eraan geven. Weet je, een mooie lintje eromheen. Natuurlijk, als ik me er 100% voor in zou zetten en superveel motivatie zou hebben, dan zou ik er 2 maanden nog echt wel wat van kunnen maken. Maar ja, ik bedoel, er zijn niet zoveel mensen die kans meer verdienen dan dat ik hem verdien. Ik heb mijn kans toch al gewoon verspild. Ik ben heel blij dat Jens naar huis is. Want hij zei ook, als ik niet eerder naar huis was gegaan, was hij waarschijnlijk een stuk roekelozer geworden. Want hij houdt zich vaak een beetje in... Omdat hij weet dat ik dat niet chill vind. Dat we straks allemaal mensen aan de deur hebben. Dus het is ook wel goed dat hij eerder weg is gegaan. Hij zei ook bijvoorbeeld met die gong. Als ik er niet was geweest, dan had hij gelijk dat ding gepakt. Zo op die gong lopen slaan. Voordat hij überhaupt op het grasveld was gezet. Ja, weet je, daar hou ik hem dan wel een beetje in tegen. Dus dat is wel fijn. Gelukkig, hij heeft een rem. En dat is Milena. Ja. Stop! En ze hebben allebei niet eens een rijbewijs. Ik kan hier gewoon nog houden. Tja, ik ook. Ik ben blij dat ik hem heb. Weet je, ook met zijn afscheidsspeech. Hij had gisteren wat dingen opgeschreven. En toen zei ik, zou je dat dan wel doen? En hij kijkt zo, hij zo, ja! En vandaag kijkt hij zo, ik ga het toch gewoon normaal houden. Ik zei, ja precies. Ik ga hem niet verlagen tot een niveau. Ik zei, nee. Chancy. Ja. Mooi. Jensen. Ja. Mooi manneke. Ja, man. Irritant pest, jong. Tja. Hettig is wel. Ja. Ja. Mooi. Vooral wie is zij? Vond ik helemaal mooi. Wat is schreeuw dan?
lijkt het een klein deurtje als ik naar het gat kijk. Ja, en dat is toch 2 meter. Hij is groter dan dat ik ben. Dat is gek. Kijk, als je een plank van 2 meter voor je legt, denk je dat is geen 2 meter. Maar dan ga je ernaast liggen. Ja. Of je zet hem rechtop. Ik heb dat wel eens gedaan om te meten, naast een plank gelegen. Ja. Hoe lang is dit? Dit is 2,5 Brendan. Was het met jou toch? Dit is toch geen 2 meter dat ik ernaast kan liggen? Nee, je ging niet naast liggen. Toen hield ik hem hoog te laten.